denk eraan dat we heel dikwijls altijd kijken door de bril van die antieke geschiedschrijvers, die antieke schrijvers, en dat we die zaken allemaal toch een stukje moeten nuanceren, in een bredere context bekijken. Toch blijft het interessant, de geschiedenis van die grote mannen. We willen erover lezen, we willen erover blijven lezen. Ik zou zeggen, documenteer u nu. Vandaag mogen we opnieuw professor Christian Laas verwelkomen. Midden januari hadden we het over de Romeinen en onze contreien, naar aanleiding van de tweede aflevering van Het Verhaal van Vlaanderen. Deze keer bespreken we zijn top 5 meest merkwaardige Romeinse keizers. Keizers tot aan de val van het West-Romeinse Rijk, voor alle duidelijkheid. Christian Laas is professor oude geschiedenis aan de Universiteit van Manchester en is tevens verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Professor Laas behoort trouwens tot een van de weinige mensen in de wereld die Latijn schrijft en spreekt, en dat al ruim 25 jaar. De directe aanleiding van deze podcast is het interview van Robin Pearson met auteur en professor Anthony Caldelis van de Universiteit van Chicago. Pearson is de gastheer van de briljante podcast The History of Byzantium. Met Caldelis overloopt hij de top 10 beste Oost-Romeinse keizers, volgens Caldelis, en dat dus vanaf Constantijn de Grote, begin 4e eeuw, tot het einde in 1453. Beste professor Laas, dank je wel om er opnieuw bij te zijn. Heel graag, heel graag. Toen ik die podcast hoorde met Anthony Caldelis, heb ik u eigenlijk zo snel mogelijk gecontacteerd om iets gelijkaardigs te doen. Ik koos ervoor om een top 5 te doen, zodat het geen podcast zou worden van 2 uur, zoals die podcast met Caldelis. En u koos er dan voor om de merkwaardigste keizers te bespreken. Wat bedoelt u exact met merkwaardig? Ja, voor ik mijn verhaal begin, zou ik misschien even 2 dingen willen vertellen, toch over die Romeinse keizers in het algemeen. Het is natuurlijk zo dat door het schrijven van een geschiedenis van keizers dat we heel erg aan een soort ouderwetse manier van geschiedschrijving doen. Een geschiedschrijving die we natuurlijk te danken hebben aan de antieke geschiedschrijvers zelf. Want voor hen is geschiedenis bijna altijd een geschiedenis van grote en opmerkelijke mannen. En in die zin natuurlijk hebben ze merkwaardige keizersbiografieën nagelaten, waar wij natuurlijk anekdotes vinden, waar we soms van kunnen smullen, en die ons tegelijkertijd ook een heel ruim beeld geven van die Romeinse keizers. Tweede ding dat ik ook even zou willen zeggen is, ja, waarom vinden zowel jij als ik, en wij hopelijk allemaal, dit nu zo belangrijk of interessant ook? Wel, daar speelt ook een beetje het idee dat een krachtige staat een krachtige en gezonde leider nodig heeft. En dus vice versa ook. Als het mentaal of lichamelijk niet goed gaat met de keizer, dan zou het ook betekenen dat het niet goed gaat met de Romeinse staat. Dus die 2 zaken spelen denk ik mee als we een criterium als merkwaardig willen gebruiken. Zijn er dan nog andere bepaalde criteria waarmee u rekening gehouden heeft? Bijvoorbeeld, moet er een bepaalde tijdsduur zijn dat de keizer geregeerd heeft? Of wordt de gradatie van de impact die hij had op de geschiedenis meegerekend? Misschien is er ook nieuwe info over een bepaalde keizer? Ja, ik heb eigenlijk vooral inderdaad op die impact een stuk gewerkt. Niet zozeer op de leeftijd of de duur van de regeerperiode, maar laten we zeggen de impact. En tegelijkertijd ook het feit dat sommige van die keizers zo merkwaardig zijn, omdat ze vaak een slechte pers hebben gekregen bij de antieke biografen. En het feit dat er dan recentere literatuur is die dat beeld toch een beetje bijstelt. Dus een beetje combinatie van belang met ook het spelen van de dialoog tussen die antieke biografieën en wat modernere geschiedwetenschap erover zegt. Uitstekend. Laten we dan beginnen aan uw top 5. Wie staat op de 5e plaats? Wel, ik had op nummer 5 gekozen voor een relatief onbekende en jonge keizer ook. En dat is Heliogabalus. Die je moet situeren in de eerste decennia van de 3e eeuw na Christus. Hij was keizer van 218 tot 222. En nu denk ik wel, als je alleen al zijn naam hoort, dat je niet veel Latijn moet kennen om te weten dat die naam vreemd klinkt. Heliogabalus, daar zit eigenlijk het Griekse helios in, wat de zon betekent. En in die balus zit heel duidelijk het woord voor de Syrische godheid Baal, god die je trouwens ook in het Oude Testament wel eens tegenkomt.
Nu, wat is er zo merkwaardig aan deze figuur? Wel, ten eerste, ik zou zeggen, zijn dubbele vreemde achtergrond. Dus hij komt uit een familie met deels Afrikaanse roots. Dus zijn voorgangers, de soldatenkeizers, de Severi, waren afkomstig van het huidige Libië. En van moederskant, van vrouwelijke zijde, waren die Severi gehuwd met Syrische aristocraten, Syrische prinsessen. En wat je dus eigenlijk krijgt, is zo'n jongen, hij is 14 jaar oud, stel je voor, als hij Romeins keizer wordt, die eigenlijk helemaal in een andere traditie zit. En die zich hoogstwaarschijnlijk als keizer wou profileren als een nieuwe zonnegod, Helios, en misschien ook als een nieuwe Baal. En als je zijn biografie leest, 15 hoofdstukken van de biografie in de Historia Augusta, gaat over zijn exotische, ik zal maar zeggen, verwijfde, wufte karakter, zoals die bronnen het steeds noemen. En volgens sommige theorieën zou dat ermee te maken hebben dat hij zich als een soort keizergod wilde profileren, een god die zelf niet exclusief mannelijk was, maar het idee zo van Helios, de zon, kan een stuk mannelijkheid en vrouwelijkheid in zich hebben. Hij is jong, hè? Hij maakt dan vele fouten. Hij zal de traditionele Romeinse senatoren, die hij op een bepaald moment slaven heeft genoemd, hè, zal die natuurlijk tegen zich in het harnas jagen. Komt daarbij dat hij ook een soort Oosterse grandeur eigenlijk enorm veel geld besteedt aan de keizerlijke paleizen, aan zijn eigen opsmuk en dies meer. Er gaan verhalen over hem de ronde dat hij een hele accessoire had van uitgelezen strikken uit van allerlei duur zijde materiaal waarmee hij zich zou kunnen ophangen als het zover zou komen. Er wordt zelf verteld in zijn biografie ook dat hij een speciale vloer had met edelstenen waarop hij zich graag te pletter zou storten in zelfdoding als het moment gekomen zou zijn. Het zijn bijna absurde verhalen natuurlijk die met de jaren meer en meer zullen aangedikt zijn. Om maar aan te geven dat die jonge keizer een gedrag vertoonde dat men traditioneel niet verwachtte van een Romeinse keizer. En hij leeft eigenlijk zo verder in de verhalen. Hij is zelf geen 20 jaar oud als hij wordt vermoord, wordt afgezet. Maar zelf bij een Vlaamse schrijver als Louis Couperus vind je een roman alleen maar aan hem gewijd, aan Heliogabalus. Dus hij wordt bijna spreekwoordelijk voor zogezegde Oosterse uitspattingen. Dan de volgende keizer is geen totaal onbekende keizer bij het grote publiek, zoals Heliogabalus dat wel is. Maar is toch wel minder bekend ook bij het grote publiek. Wie is nummer 4 op uw lijst? Ja, mijn nummer 4 is keizer Domitianus, die regeerde van 81 tot 96. Hij kan misschien sinds eind 2021 minder onbekend zijn, ook bij het groter publiek, omdat het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden een tentoonstelling apart aan hem heeft gewijd. En de cataloog van die tentoonstelling en ook de tentoonstelling zelf kreeg als titel God op aarde, keizer Domitianus. Hij was misschien een beetje minder bekend, omdat het nooit de bedoeling was geweest dat hij keizer zou geworden zijn. Hij is namelijk de jongere broer van Titus. Titus, die in het jaar 79 zijn vader Vespasianus opvolgde. En Titus is op dat moment een man in de volle bloei en kracht van zijn leven, maar overlijdt zeer onverwacht 2 jaar later en laat natuurlijk geen kinderen achter die het van hem zouden kunnen overnemen. Uiteraard, als iemand jong en onverwacht sterft, krijg je dan de roddels van is daar iets gebeurd? Is die Titus vergiftigd geworden? Daar zijn we helemaal niet zeker van. Ik zou zeggen dat eigenlijk mainstream onderzoek nu zegt dat dat niet gebeurd is, dat het een natuurlijke dood was. Wat er ook van zij, de jongere broer Domitianus, heel onverwacht, moet de zaak overnemen. Nu is dit interessant. Hij zal eigenlijk vrij lang regeren, 15 jaar. Het is onder andere onder zijn bewind dat het Amphitheatrum
amfitheatrum, sorry, Flavium, meer en meer belangrijk wordt. Amfitheater dat in 80 was ingehuldigd. En als u zegt, ik heb daar nog nooit van gehoord, wel, dat is natuurlijk niet meer of minder dan wat wij kennen als het Colosseum. Dus dat Colosseum dat gebouwd is voor een groot stuk met geld ook van de verovering en verwoesting van het Heilige Land, al onder Vespasianus, ingewijd onder Titus, dat Colosseum of amfitheatrum zal onder Domitianus heel, heel belangrijk worden. Hij is bijvoorbeeld ook de man die de aanleg zal doen van een soort circus dat bedoeld was voor wedstrijden, Griekse wedstrijden, die hij de Agonalia noemde. En dat circus, dat kennen wij ook nog allemaal nu, want dat is niet meer nog minder dan het huidige Piazza Navona. Dus in aanleg was het huidige barokke plein Piazza Navona, bedoeld als een circus. Dat was aangelegd voor wedstrijden die Domitianus ging organiseren. Hij is ook de man die op de Palatijnheuvel de keizerlijke paleizen gigantisch heeft uitgebreid. Maar waarom dan zijn slechte naam? Dus in 89 heeft hij een samenzwering overleefd. En geschiedschrijvers vertellen dat hij nadien redelijk paranoïde is geworden en dus eigenlijk steeds de angst had dat zoiets hem nog een keer zou overkomen. Dat kan allemaal wel zijn, maar waarheid gebiedt ook te zeggen dat dat hem inderdaad is overkomen. Dus hij zal in het jaar 96 door de Pretoriaanse wachten worden uitgeschakeld. Maar wat dus de tentoonstelling in eind 21, begin 22, en de catalogus ook heeft geprobeerd, is die figuur toch voor een stuk te rehabiliteren, of toch zeker zijn werk ook weer en zijn regeerperiode in de bredere context te begrijpen. Oké, dan zou ik zeggen, iedereen eens naar Leiden gaan voor die tentoonstelling. De volgende keizer is een van de bekendste historische figuren ter wereld. Bijna iedereen heeft wel eens van hem gehoord. Maar wat men van hem gehoord heeft, is allesbehalve positief. Wie staat op die derde plaats? Ja, daarom heb ik hem net gekozen. Hij is bijna spreekwoordelijk inderdaad voor de despoot die zich niet kan beheersen. En hij behoeft toch ook wel een beetje een rehabilitatie. Het gaat om keizer Nero, een van de bekendste historische figuren, denk ik, uit de hele Romeinse oudheid. Ik denk dat ik daar eigenlijk één ding heel sterk moet beklemtonen. Het gaat om een soort nieuw imago dat hij zich wil aanmelden aan een soort nieuw imago dat hij voor zichzelf wil creëren. En dat is eigenlijk het imago van een Hellenistisch monarch. Dus eigenlijk een soort heerser uit, laten we zeggen, de late vierde, derde, tweede eeuw voor Christus, uit de meer oosterse gebieden. Zijn heel image is heel Grieks. Zijn heel image is ook dat van een dichter, een artiest, iemand met voorkeur ook voor alles wat Griekse cultuur is, wat ook maakt dat hij in Olympia ook aan de Olympische Spelen heeft deelgenomen. Hij was bovendien een big spender, dus hij investeert in cultuur. Hij investeert in bouwwerken ook. En zijn bekendste bouwwerk in Rome is natuurlijk de Domus Aurea, oftewel het Gouden Huis. Dat was, ja, ik kan niet zeggen een huis, een paleis is het minste dat je moet zeggen, dat ongeveer dubbel moet geweest zijn in oppervlakte van het huidige Vaticaan. Dus als je een keer in Rome bent geweest en je stelt je het Vaticaan voor, dat nog eens maal twee, dat is ongeveer de oppervlakte die de Domus Aurea moet bestreken hebben. Een huis of een paleis dat na zijn dood, op bevel van de Senaat ook, voor een groot deel is vernietigd en waar je nu nog wel sommige restanten in Rome van kan bekijken. Hij heeft ook een heel groot stambeeld van zichzelf laten bouwen. Een beetje referentie naar de kolos die op Rhodos stond. Hemzelf als een soort zonnegod ook. En die kolos van Nero, ook helemaal afgebroken na zijn dood, stond precies op de plek waar inderdaad het al vermelde Colosseum later gaat staan. Nu, hij slaagt er ook in van zich een aantal vijanden te maken. Eerst en vooral de traditionele senatoren.
En als je die als vijanden hebt, dan betekent het dat je later in de historiografische pers nogal een heel slecht imago krijgt. Dat wil zeggen dat eigenlijk alle soorten perversies die je maar kan voorstellen, alle soorten houdingen die ook met gebrek aan zelfbeheersing te maken hebben, dat die werden toegeschreven in die biografieën aan Nero. En hij maakt ook nog een andere groep vijanden die nadien in de latere geschiedschrijving natuurlijk heel belangrijk worden. En dat zijn de christenen. We hebben één of twee getuigenissen dat onder Nero een eerste vervolging plaatsvond van een sekte waarvan de historiografen het zelf niet zeker waren over de naam. Ze zeggen dan zoiets als Christianië, maar het is zeker wel een verwijzing naar de christenen. En die mensen zouden als levende fakkels gekruisigd gebruikt zijn en als zondebok ook gebruikt zijn voor de brand van Rome, die effectief ook tijdens Nero's bewind heeft plaatsgehad. Ook hier weer, sommige historiografen gaan die brand linken met kwaad opzet en met het feit dat keizer Nero in feite een groot urbanisatieplan had voor het nieuwe Rome, waarbij dus een aantal, laten we maar zeggen, krottige wijken, wijken waar heel veel bouwval was en waar heel veel in hout was gebouwd, waarbij hij die wijken eigenlijk wou verwijderen. Dan krijg je het hele verhaal. Heeft hij dat zelf gedaan? Is dat opzettelijk gebeurd? Of kwam het idee eigenlijk eerder na die grote brand die er is geweest? Misschien nog één ding hier toevoegen. Hoe kwaad of hoe slecht ook de pers is over hem. We weten dat hij ontzettend populair was, ook na zijn dood. Er zijn zelf verhalen over oproerkraaiers die terugkomen en die claimen van Nero te zijn. Zo'n beetje het verhaal van Elvis, hij is niet dood. Wel, Nero is niet dood. Het is eigenlijk niet waar dat hij zelfmoord heeft gepleegd en ik ben eigenlijk Nero. En die opstanden zijn dan ook neergedrukt. Maar die mensen hadden een zeker succes bij het volk. Wat betekent natuurlijk dat Nero bij het volk populair was. Hij creëerde arbeidsgelegenheid, werkgelegenheid, absoluut. En bovendien was hij ook als veldheer voor een aantal campagnes in het oosten niet onsuccesvol. Oké, dan gaan we naar ondertussen toch al de voorlaatste keizer van onze top 5. Het is een van de 5 goede keizers. En als men nog iets van hem afweet, bij het grote publiek, dan is het hoogstwaarschijnlijk door iets wat nu nog altijd aanwezig is in het noorden van Engeland. Over wie hebben we het, professor? Ja, dankjewel Stijn. Je hebt natuurlijk al verteld over mijn deels Engelse achtergrond qua academia. Dus hoe kon het ook anders dan dat ik voor keizer Hadrianus zou hebben gekozen? Die regeert van 117 tot 138 in wat een andere Britse historicus op het einde van de 18e eeuw, Edward Gibbon, al heeft genoemd the most happiest age ever. Dus die echt gouden tweede eeuw na Christus voor het Imperium Romanum. Nu, Hadrianus heeft veelal een goede pers gekregen, dat is waar, maar ik denk dat we toch een aantal van zijn verwezenlijkingen nog echt eens een keer in de kijker mogen zetten. Eerst en vooral was hij, als je wil, een soort consolidator van het Romeinse imperium. Zodat zijn voorganger en adoptiefvader Trajanus het Romeinse Rijk behoorlijk had uitgebreid. Niet alleen de Donau over, met een provincie die bekend werd als Dacia, grotendeels het huidige Roemenië, maar hij stak ook de Eufraat over. Wat wil zeggen dat het tweestromenland, het huidige Irak, als de provincie Mesopotamia werd toegevoegd. En er werden nog meer richting zuidoosten gebieden als Arabia toegevoegd en ook een provincie als Armenië nog. Nu, dat was alles militair zeer moeilijk te houden. En het is Hadrianus
die de beslissing heeft genomen van ook weer niet overmatig ambitieus te zijn en van die toch wel moeilijke provincie Mesopotamia weer op te geven. Dus hij gaat eigenlijk het Romeinse leger terugtrekken weer achter de Eufraat. En dat is niet gebeurd na een soort schandelijke nederlaag of zo, maar wel vanuit een soort beredeneringen. Wat zijn natuurlijke grenzen misschien waar wij met ons rijk rekening mee moeten houden? Van imago is Hadrianus ook wel opmerkelijk. Als je naar de prachtige keizersbeelden kijkt, dan zal je zien dat hij systematisch iemand is die zich laat afbeelden met baard. Heel af en toe vind je dat ook voor onze nummer 3, voor Nero. En dat maakt weer een interessante link, want meer nog dan Nero zal Hadrianus een uitgesproken grecofiel of hellenofiel imago hebben. Dus hij gaat zich heel erg voorstellen als een grote liefhebber van heel die Griekse cultuur. Na keizer Augustus is hij in feite ook de grote bouwer van de stad Rome, waar Augustus Rome een nieuw aanschijn heeft gegeven, is Hadrianus eigenlijk een rechtstreekse opvolger in die idee. En dat zie je al heel duidelijk, ook in de symboliek van zijn grafmonument dat hij liet bouwen toen hij nog in leven was. Dus als je Rome een beetje kan voorstellen, dus aan de rechterkant van de Tiber heb je het prachtige mausoleum van Augustus. Maar als je de Tiber gewoon oversteekt, bijna letterlijk aan de andere kant, aan de overzijde, ligt het mausoleum van Hadrianus. Dat de meesten van ons zo niet kennen, maar als ik zeg de Engelenburcht of Castel San Angelo, de pauselijke burcht, dan weten we waarover het gaat. Wel, die Engelenburcht die is precies op de plek van het mausoleum van Hadrianus. Maar als we eventjes in Rome blijven, een prachtig monument als het Pantheon, wat symbolisch ook heel veel betekent, want het is eigenlijk gewijd aan alle goden. En het heeft iets kosmisch, astronomisch, astrologisch, ook in de totale opbouw. Wel, dat Pantheon is een monument dat we opnieuw danken aan keizer Augustus en een van zijn belangrijkste medewerkers Agrippa. Maar de hele restauratie en de nieuwe herwaardering ook van dat Pantheon, dat dateert weer onder Hadrianus, of uit de periode van Hadrianus. Er zijn nog dingen. Er zijn twee heel grote tempels in Rome. De tempel van Hadrianus is waar nu de beurs van Rome is. En bij het Forum Romanum vind je een van de grootste tempels die er was. De tempel van Venus et Roma, Venus en Rome. Dateert ook uit die regeerperiode van Hadrianus. Komt daar nog bij dat niet ver uit Rome, dat is een tip die ik aan iedereen zou doen die een paar dagen langer in Rome is, niet ver uit Rome de Villa Tiburtina is, de Tiburvilla, gelegen in het huidige mooie renaissance stadje Tivoli. En die hele, dat hele paleis, die hele woning eigenlijk, daar resoneert ook zijn idee van heerser over de wereld zijn en vooral ook zijn bewondering. Voor die Griekse cultuur. Soms vind je toch wel een wat andere pers ook over Hadrianus, maar dat heeft ook heel erg te maken met zijn Griekse imago. Hij was als keizer gehuwd, maar hij hield er tegelijkertijd een jonge vriend op na, die naar de naam Antinoos luistert. En dat is natuurlijk heel erg in die idee van de Griekse liefde. We weten niet zoveel over Antinoos, maar het lijkt wel zeker te zijn dat hij geen slaaf was, maar ook geen Romeins burger, omdat dat een absolute schande zou geweest zijn. Dat zouden de Romeinen niet aanvaard hebben. Maar als het om een jonge man ging die geen Romeins burgerrecht had, dan waren ze wel bereid om wat meer door de vingers te zien. Antinoos zal onder verdachte omstandigheden overlijden en is ook religieus-historisch heel belangrijk, omdat nadien Hadrianus voor hem een cultus heeft laten inrichten. Zelf een stad ook in Egypte naar hem heeft laten noemen. Dus eigenlijk is
Antinoos is gestorven bij een ongeluk op de Nijl in Egypte. En men zegt wel eens een keer dat de cultus van Antinoos de laatste nieuwe, wijdverbreide cultus was in het Romeinse Rijk, voordat natuurlijk het christendom populair gaat worden. Figuur waar heel veel over te zeggen valt, die Adrianus. We kennen ook een aantal gedichten van hem. En hij was ook zo wijs van zich, net zoals zijn adoptiefvader dat had gedaan, zich te laten opvolgen door een adoptief zoon die had kunnen uitkiezen, die een wijze en goede heerser ook bleek te zijn. En dat is dan Antoninus Pius, die van 138 tot 161 zal heersen. En dat is een periode waar er eigenlijk ook weer een heel grote vrede was in het Romeinse Rijk. Dus je ziet, Stijn, er is meer te vertellen dan die muur natuurlijke, die vooral symbolische waarde hadden, de zogenaamde Hadrian's Wall, maar die natuurlijk wel gaat door een heel aantal vestigingen of nederzettingen, Romeinse kampementen, hè, waar men heel duidelijk zegt, daar is in het noordwesten, als je wil, de grens van ons Romeinse Rijk. Ik zou je zeggen, als je interesse mocht hebben, al fietsend, al wandelend, musea bekijkend, mooie Engelse stadjes bekijkend ook, is die omgeving van Hadrian's Wall enorm de moeite waard. Interesse zeker. Tijd zal ik gewoon nog moeten vinden. Dat zal ook wel eens lukken op een bepaald moment. Ik wil nog naar één iets vragen in verband met Hadrianus. En dat is in tegenstelling met zijn voorganger Trajanus. Trajanus die eerder een macromanager was, terwijl Hadrianus eerder een micromanager was. Kunt u dat even uitleggen, dat verschil? Het is heel interessant. De Romeinse keizer gaat zich heel sterk ook profileren, vaak als een soort patronus, een patroon. En in het oudere Romeinse denken heeft een patroon altijd een cliënten. En voor die cliënten doe je iets wat wij nu zouden noemen politiek dienstbetoon. Ja, die mensen horen eigenlijk tot uw onmiddellijke inner circle en die kunnen voor u of die kunnen van u een aantal gunsten verkrijgen. Er zijn nogal wat verhalen over Hadrianus, die bijvoorbeeld ook gewoon naar de Romeinse badgebouwen zou gaan en mensen die hem echt vragen kwamen stellen van, kunt je met dit helpen en kunt je dit voor mij doen? Het is iets dat je ook over andere Romeinse keizers leest, maar bij Hadrianus is het uitgesproken eigenlijk. En het contrasteert dan natuurlijk met die Trajanus, die eigenlijk altijd met de big picture bezig was en de veroveringen, de uitbreiding ook van dat Romeinse Rijk. Dan gaan we naar uw nummer 1 van uw lijstje. En dat is een zwart schaap uit een bepaalde familie, een bepaalde dynastie. Wie is uw nummer 1 van de meest merkwaardige keizers? Ja, ik heb gekozen voor keizer Claudius, bekende, heel bekende keizer natuurlijk, ook uit de Julius Claudische dynastie en rechtstreekse voorganger natuurlijk van Nero. Waarom heb ik dat gedaan? Wel, de figuur heeft me altijd heel erg geïnteresseerd vanuit mijn belangstelling voor disability studies. Dus ik heb nogal wat gepubliceerd over beperkingen in de oudheid, mensen met beperkingen in de oudheid. Het is een figuur die zo fascinerend is, omdat hij in zekere zin against all odds het dan tot keizer schopt en het bovendien ook eigenlijk heel goed blijkt te doen als keizer. Dus hij heeft ook historisch gezien een behoorlijke impact gehad. Als het mag zal ik misschien eventjes iets over zijn toch niet al te gelukkige jeugd vertellen. Dus zijn biograaf Suetonius zal zeggen, ik moet het onprettige woord zo citeren, dat zijn moeder hem zelf eerder een monstrum, dus een monster, dan een menselijk wezen noemde. Zijn grootmoeder praatte amper over hem en noemde hem iets als een zot. En zijn zus zou ooit gezegd hebben van, het ergste dat het Romeinse keizerrijk ooit zou kunnen overkomen is wel dat mijn broer Claudius ooit keizer zou worden. We weten dat er iets aan de hand moet geweest zijn. Het is bijvoorbeeld zo dat hij langer dan dat gewoon was voor een Romeinse aristocraat onder toezicht werd gehouden van een slaafopvoeder, een paidagogus.
We weten ook dat op het moment dat hij zijn toga van de volwassenheid aanneemt, dat die ceremonie 's nachts gebeurde. In een besloten kring, wat raar is natuurlijk voor een keizerlijke familie, je zou denken, een prins die volwassen wordt, dat openbaar en uitgebreid gefeest wordt, gevierd wordt. Dat was eigenlijk niet het geval. Er zijn ook verwijzingen naar het feit dat als hij op de keizerlijke tribunes verscheen, in circussen of theaters, dat men er zorg voor droeg dat hij niet te zeer opviel of zelfs een soort mantel droeg ook. Maar er is geen enkele auteur die echt heel expliciet zegt, wel, dit was de diagnose of dit was er aan de hand. En van de andere kant, gebied eerlijkheid ook te zeggen, dat hij een heel verstandige kerel was. Dus hij krijgt een beetje binnen de familie, de Julius Claudius familie, ook het imago van de boekenworm. Hij was bijvoorbeeld iemand die nog in zijn tijd de Etruskische taal bestudeerde en kende, een soort Etruscoloog avant la lettre. En we zouden willen dat wij die kennis nog hadden, hè, want je weet dat we nu eigenlijk niet meer veel weten over die Etruskische taal. Je leest ook wel getuigenissen over het feit dat hij af en toe een speech hield en dat dat niet zo slecht was. En keizer Augustus hemzelf zou een paar keer in een brief hebben gezegd van, geef die jongen toch ook kansen. Ik weet, hij is vaak in slecht gezelschap enzovoort, maar we moeten hem toch wat kansen geven. En hij heeft toch een goede redenvoering gehouden, enzovoort, enzovoort. Dus een beetje een prins waar wat ambigu naar wordt gekeken. Nu, wat gebeurt er in het jaar 41-42? Caligula, ook nog zo'n keizer die in het lijstje had gekund natuurlijk. Die heeft het heel bruin gebakken als keizer en die zal door de Pretoriaanse wacht vermoord worden. En op het moment dat die moord is gebeurd, zien de moordenaars dat er een figuur, een man, zich achter een gordijn heeft verborgen, want hij heeft natuurlijk angst, maar het is bijna als in een komisch verhaal. Zijn voeten zijn zichtbaar van onder dat gordijn. Ze trekken de gordijn weg en ze zien daar oom Claudius staan. Oom Claudius, waar een beetje mee werd gelachen, de zonderlinge boekenworm van de familie. Wat doen de soldaten? Ze hijsen Claudius op hun schouders en ze roepen het uit, leve Claudius. Claudius wordt de nieuwe keizer. Een beetje een soort grap in het begin, maar hij wordt het dan ook echt. En dat maakt het natuurlijk zo interessant. Hij is een heel belangrijke keizer geworden. Bijvoorbeeld al, ik ga weer even naar mijn Engelse roots, voor het feit dat hij het is die de provincie Britannia aan het Romeinse Rijk heeft toegevoegd. De expedities van Caesar waren niet gelukt. Augustus zag er toch niet veel in om dat te doen. Caligula heeft ook pogingen ondernomen, maar dat is niet gelukt. Wel, Claudius heeft het uiteindelijk wel kunnen doen. Claudius had ook een bijzonder inzicht in ja, wat te doen met burgerrecht en met een wereldrijk. Dus hij heeft een aantal aristocraten uit Zuid-Gallië toegelaten tot de Romeinse Senaat. En dat was een houding die hem niet altijd respect en eerbied opbracht vanwege de traditionele Romeinse senatoriële elite en aristocratie. Maar hij heeft het doorgeduwd. En we kennen bijvoorbeeld op steen een redenvoering die hij in Lugdunum, Lyon, heeft gehouden over de noodzaak van uitbreiding van die senatoriële elite, met het idee van, kijk mensen, wij zijn een wereldrijk nu, wij zijn niet alleen nog die stad Rome. Er zijn een aantal zaken waar hij toch wel bepaald succesvol is geweest. Hij heeft ook een 13, 14 jaar geregeerd, dus ja, in een vrij stabiele periode toch wel ook voor zijn Romeinse Rijk. Maar hij heeft misschien de pech gehad dat hij gebotst heeft met een groot schrijver en filosoof, ook Seneca.
Seneca, die niet meer of minder was dan de leermeester, de opvoeder van Nero, over wie ik daar net al sprak. Wel, om dat verhaal kort samen te vatten, in zijn liefdesleven was Claudius misschien niet altijd zo gelukkig en waren zijn keuzes misschien niet de beste. Zij heeft zijn derde vrouw, die hem duchtig had bedrogen, met Salina laten ombrengen. En hij is dan getrouwd met zijn nicht, Agrippina. En Agrippina had al een zoon, dat was Nero. Dus Nero wordt zijn stiefzoon. En Nero zal zich gaan doordrukken ten koste van Claudius' eigen zoon, natuurlijke zoon, namelijk Britannicus. Dus Seneca zit daar mee aan het hof, omdat hij natuurlijk de jonge Nero opvoedt. Seneca komt in conflict met Claudius en zal, na Claudius' dood, op het moment dat Nero keizer is, onverbiddelijk literair wraak nemen. En het is eigenlijk aan Seneca dat we dat beeld te danken hebben van de Claudius met het hoofd dat te groot was, met die wat slepende stap of pas, en die Claudius die een stotteraar zou geweest zijn. Nu, dat alles past in een soort, ik zou zeggen, bijna burleske satire of beschrijving die Seneca maakt over wat er met Claudius gebeurd zou zijn na zijn dood. En dat traktaatje dat heet de Apocolocuntosis, of de verpompoening. Dat is eigenlijk een grote farce. Het gaat erover dat, ja, waarschijnlijk dat Claudius een metamorfose in een soort pompoen zou ondergaan. En Seneca laat Claudius dus in het hiernamaals bij de goden aankomen. En dan zullen de goden zeggen van, wat is dat? Hij ziet er niet uit als een mens. Wat zegt hij? Hij kan geen drie woorden achter elkaar uitbrengen zonder stotteren enzovoort. Zodat dat toch wel een wat negatieve imago, dat is echt iets dat je moet zetten op konto van ja, iemand die literair heel onderlegd was, Seneca, maar die ook heel duidelijk een tegenstander was van Claudius. Er zijn wel een aantal passages over het feit dat hij wat moeilijk was in het stappen, dat hij wat moeilijk kon gaan. En er zijn ook wel wat passages die zeggen dat hij het moeilijk had met zijn woede te beheersen en dat als hij woedend was, dat hij dan ja, niet goed uit zijn woorden kwam, het schuim op de lippen kwam enzovoort. Maar iedereen zal denk ik met mij eens zijn dat dat natuurlijk niet hetzelfde is als echt wat wij zouden noemen, diagnostisch nu, een stotteraar. Dat is al niet te minne, dat image zo, dat imago van Claudius als iemand met een spraakprobleem ook, dat is eigenlijk ook tot heden ten dagen verder gegaan. Om deze podcast te beëindigen, wil ik u ook nog even vragen wat uw uiteindelijke conclusie is van uw top 5. Wat moeten de luisteraars zeker onthouden van de merkwaardigste keizers? Ik zou zeggen twee dingen. Eerst en vooral, denk eraan dat we heel dikwijls altijd kijken door de bril van die antieke geschiedschrijvers, die antieke schrijvers, en dat we die zaken allemaal toch een stukje moeten nuanceren, in een bredere context bekijken. Twee, toch blijft het interessant, de geschiedenis van die grote mannen. We willen erover lezen, we willen erover blijven lezen. Ik zou zeggen, documenteer u nu. Er is op het internet heel veel te vinden op een heel goede website van collega Jona Lendering, livius.org. Je zal voor elke keizer een levensbeschrijving vinden en vaak ook een link naar een vertaling van de biografie van de man in kwestie. En er is ook een heel recent boek dat zowel in het Engels als in het Nederlands bestaat van een collega die eminent specialist ter zake is uit Nijmegen, Olivier Hekster. En dat boek met de Engelse titel Caesar Rules. En dat is werkelijk een heel leesbaar meesterwerk geworden dat de geschiedenis van het Romeinse keizerschap bestudeert van in het prille begin, dus van Julius Caesar, tot ver in de 6e eeuw. En dat is echt een aanrader om te lezen, bestaat in het Engels en in het Nederlands ook. Dus ik zou zeggen, wil u meer weten, documenteer u, lees goede werken, kijk naar goede websites en bedankt voor het luisteren.
Zo, dat was het voor deze nieuwste podcast van Paliterke en Pal Nieuws. Al onze podcasts zijn te beluisteren op onder andere Spotify, Apple Podcasts en palcast.be. Tot de volgende keer.